Ik ga niet met Mattie zo. Ja, dat sowieso. Maar zeg maar. Wagge is Duits, jawoon. Champagne is Frans, oui. Maar wagge is Duits, jawoon. Champagne is Frans. Welkom, dames en heren, bij de eerste aflevering van de Supergaande Talkshow Seizoen 2. Het heeft natuurlijk een tijdje geduurd, maar we zijn weer terug met de leukste gesprekken. You know. De doopste gasten. We zijn er weer. En vandaag de gast, ja, een zangeres, maar ook ex-YouTuber sinds kort. Ja, ik bedoel, bekend van veel tracks. Ja. Vroom vroom. Ja, zeker. Op mijn money. Zeker. Fan met Ronnie Flex. Dames en heren, niemand minder dan Femke Louise. Goed. Femke, leuk dat je er bent. Ja. Om te beginnen, gefeliciteerd met alles. Fucking lekker jaar achter de rug gehad. Ja. Hoe heb je jezelf ervaren? Druk. Ja? Heftig. Ja, echt heel heftig. Ik ben echt heel erg kapot geweest, maar gelukkig gaat het nu wel weer goed. En kapot als in? Oververmoeid. Ja? Ja. Zo ziet het er niet uit. Nee, ik heb het ook niet aan de buitenwereld laten zien. Oké. Ik moet wel zeggen, ik zie wel dat er soort van heel veel, zeg maar, je karakter is heel erg veranderd. Zeg maar, ja? In het begin zag ik je een beetje als, zeg maar, onzeker meisje en nu ben je soort van, kijk mij, vrouw zijn. Maar, ja. Bitch, maar alles gaat nu ook echt goed, toch? Ja. Ik bedoel, ze heeft net een gouden platen, of in ieder geval, ze is goud gegaan, heb ik net gehoord. Ja. Van bronnen. Ja, van bronnen. Ja. Met geen plaat liggen hier, zo jammer genoeg. Nee, ja. Dat niet. Nee, maar ik moet wel zeggen, je hebt wel, ik bedoel, een goede overgang gemaakt in mijn ogen. Ja, ik bedoel, echt. Je was toch wel van een van de meest gehate personen op internet destijds, naar heel erg geaccepteerd. Ja. Hoe heb je dat zelf ervaren? Het is echt, het is voor mij best wel speciaal eigenlijk, want het is iets wat je... Ja, ik geloof het niet echt of zo. Nee? Het is heel raar hoe snel dat eigenlijk kan gaan. Mm. Maar je had het niet verwacht dus? Nou ja, het was wel een doel. Dus ja, ja, ik heb het wel gehaald. Het is wel gek eigenlijk dat, zeg maar, je doel is om geaccepteerd te worden. Maar terwijl het normaal is, gewoon hartstikke normaal zou zijn dat mensen je een soort van accepteren. Ja, klopt. Nee, dat was echt wel het grootste doel. Maar dacht je ergens ook van, het is onmogelijk dat ik geaccepteerd ga worden? Ja, ik dacht echt van, het is echt onmogelijk. Maar ja, ik heb zo hard voor gewerkt, dus... En wanneer was dat moment, zeg maar, van die twijfel? Wanneer had je dat? Na mijn derde liedje, na Lit ongeveer, dat het wel wat beter begon te gaan. Mm. En vanaf Ben Je Down was het helemaal omgeslagen en toen ging het eigenlijk allemaal wel heel goed. Maar merkte je die haat dan ook bijvoorbeeld, ging je ook bijvoorbeeld minder graag naar buiten of zo natuurlijk? Omdat je... Nee, ik ging altijd gewoon naar buiten, ik had altijd gewoon scheid. Dat is wel goed, hoor. Ja. Voor je kop laten zien, toch? Ja, dat is het beste. Want ik denk, als je een soort van zou accepteren dat mensen je niet mogen en gaan haten. Precies, ja, ik vond het ook best wel lastig om, zeg maar, toen ik net begon met muziek maken, dan kom je ook wel eens bij bijvoorbeeld van die MTV-dingetjes of van die openbare dingen waar dan iedereen is. Hmm. En dan kijkt iedereen je toch wel een beetje aan van oeh. Zeg maar, dat vond ik wel altijd wel vervelend, maar dat is nu gelukkig weg. Ja. Maar je bent een hele lange tijd geleden ben jij, zeg maar, uit een groep gestapt. Hoe blij ben jij op dit moment in je leven dat je dat hebt gedaan? Oh, zo blij. Ja? Echt heel blij. Ja, ja. Ik heb superveel meegemaakt ook met die mensen. Ja. Niet heel positief. Ja. Maar ja, dat zien jullie wel in de documentaire. Dat is zo leuk. Oh, ja? Ik ga naar alles zien. Ja, als ik niet te veel ga verklappen, ja, dan... Benieuwd. Ja, het is echt heel sick. Ik vertel echt alles. Maar zou jij je, zeg maar, op dit moment nog kunnen voorstellen dat je in die groep zou zitten? Nee, of met hun zou omgaan? Of nee, wat maar het was, zeg maar, ook... ik stond er ook niet altijd achter, zeg maar. Ik werd ook best wel veel toe gedwongen om dingen te doen. Nou, dat is wel leuk. Ja, dat is echt super leuk. Maar als je dan bijvoorbeeld nee zei, wat dan? Probleem. Als in? Maar dat soort dingen, dat vertel ik allemaal in de docu, dat is echt best wel gevoelig eigenlijk. Dus ik denk dat dat ook wel een moment gaat zijn, zeg maar, op het moment dat mensen die docu gaan checken, dat mensen wel echt denken van, oh ja, oh mijn god, het was echt, is echt zielig voor haar, denk ik. Ja, precies. Ja. Echt benieuwd. Ja. Want wat me ook wel opviel is toen, het ging allemaal positief, ging allemaal goed. Mm-hmm. En ze bleven toch een beetje op je jagen. Ze bleven de hele tijd op me. Continu zijn ze met mij bezig, maar ik snap het niet. Ja, ergens snap ik het wel, toch? Ik bedoel, jij bent wel het verst gekomen van allemaal. Je pakt kijkcijfers en hun willen daar gewoon een graantje van meepikken, toch? Ja, klopt. Nou, ja. Het verst gekomen, dat weet ik niet. Want, nou ja, het verst gekomen, dat weet ik niet. Want Armo heeft een clip uitgebracht met 6ix9ine. Ja, dat bedoel ik. Omdat hij is de beste Duitse rapper nu of zo. Nou, volgens Nederland wel. Volgens Nederland. Ja. Nee, maar buiten dat, weet je, hij heeft het wel geflikt of zo, toch? Ja. Ja, ja, ja. Wat vond je van de track? Nou ja, ik vond 6ix9ine wel hard komen. Ja, ik vond 6ix9ine een stukje ook hard.
Daar kan je niet op wagen. Dat vond ik ook. Ik vond hem echt hard komen. Kijk, ik hoopte gewoon dat Armo gewoon Nederlands zou rappen en dan gewoon klaar. Het zou veel beter dat zijn als hij inderdaad in die stijl in het Nederlands zou... Ja. En als hij Engels had gedaan en had het goed gedaan, was hij onsterfelijk geweest. Ja, met dat accent. Het was net Duits. Ja, echt. Hey, maar hij heeft nu bijvoorbeeld een internationale featuring gedaan. Zou jij ook ooit zeg maar, internationaal willen gaan of met iemand willen samenwerken? Ja, daar sta ik wel gewoon voor open. Maar ik wil nu eerst gewoon nog even focussen op Nederland. Op Nederland. Ja, want ik vind Nederland echt te leuk. Zeg maar, want jij hebt nu al met Kaza heb je samengewerkt, je hebt met Rudy samengewerkt. Volgens mij, ja, Boef en Frenna was een soort van een samenwerking omdat ze jouw track hebben gecoverd ofzo. Maar zijn er in Nederland dan nog mensen waar je denkt van, nou, daar wil ik eigenlijk nog pas wel mee samenwerken? Nee, ja, Boef en Frenna. Eigen track. Oké. Okay. Eigen track. Ja. Dat soort dingen. Lil Kleine. Ja, zeker. Dat zou wel kapot maken. Man. Ja, man. Dat zou hoog in de charts gaan. We hebben Rarko op pad gestuurd om de mensen op straat vragen te stellen over Femke Louise. Wat vinden ze nou van Femke Louise in Nederland? Ja. Okay, gaan we even naar kijken. Let's get it. Nee. Waarom? De vraag is vandaag, wat vinden mensen op straat van Femke Louise? Ik ben vandaag voor super gaan en ik ga nu van jullie. Het is de R tot de hoogte gewoon, Rarko. Kijk achter je. Nee. Wat vinden jullie van Femke Louise, eerlijk? Ze is niet hier, ze is niet hier. Gewoon een mooi meisje. Oh, jij? Ook een mooi meisje. Oh, jij? De indruk die ze achterlaat is niet goed. Zeg. Waarom? Ik zie mooie meisjes hier. Je zegt iets lief, liefje. Goed. Ja? Wat vind je goed aan haar? Ze heeft een leuke stem, ze heeft een mooie stem, ja. Ja, ik zou dat doen. Oh my god. Maar dat stiekem, hè. Niemand mag het weten verder. Ah, geen woorden voor hem. Waarom? Ah, een beetje raar. Waarom vind je haar raar? Ja, ze denken wel dat ze knap is, maar dat is ze niet. Mag ik ook iets positiefs over haar zeggen? Nee, eigenlijk vrij weinig. Stel je voor iemand zou je de hele dag pesten, iets negatiefs zeggen, wat zou je vinden dan? Wat? Stel je voor iemand zou zeggen, je lijkt op Harry Potter, wat zou je doen? Nee, ja. Gewoon, leuke dame. Stel je voor ze was je ex? Mijn ex? Ja. Wat zou je doen? Ja. Of ze was nu je vriendin? Ja, ik zou wel fixen, ik zeg eerlijk, maar ze gaat met Ronnie Flex toch? Ja, ik weet niet. Ja, man. Ja, geruchten, maar ik weet niet zeker. Ik heb nog nooit een kussenfoto gezien. Oké, zing even een liedje van haar. Ik ben op mijn money, waar is the other way? Ja, maar Sandy is verraderlijk. Ik ken het ook niet, man. Misschien koop ik wel een belly. En dan misschien koop ik wel een Honda. Maar met jou kan ik mijn mond graag rijden naar... Vroom, vroom, vroom. En al die boys, ja, ze willen, nee. Maar dat gaat niet zomaar akkelen. Ja, ik vind dat wel boem, man. Ik vind dat boem. Ja, man. Steven, staat er nu achter jou? Hey, broer. Grapje, broer. Hey. Ik ga stuk. Wel leuk. Ja. Toch? Ja, ik denk dat als we dit interview op straat, laten we zeggen, anderhalf jaar geleden hadden gedaan, dan was het heel anders. Dat was zo anders. Maar wat is je eerste reactie? Echt leuk. Ja, toch? Ja, hier doe ik het ook echt voor. Gewoon dat mensen het leuk vinden. Ja. En ze zijn ook, kijk, ze zeggen dan ook wel van, nou, ze heeft misschien wat fouten gedaan in het verleden, maar nu gewoon positief. Ik vind het dope. Mooi, het is mooi. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het hartstikke mooi. Mooi. Hey, maar even over jouw documentaire, want 4 november gaat die in première op Videoland. Ja. Als ik het goed zeg. We hebben daar ook een trailer van die we even mogen laten zien, toch? Yes. Ja, gaan we er ook even naar kijken. Ja, laten we er naar kijken. Ik hoop dat Femke Louise wordt aangereden door een bus. Femke pleegt zelfmoord. Echt, ga je ophangen. Ja, ze tegen mij, we gaan met Femke Louise samenwerken. Dacht ik, wat? Boy, ik zie dat je slijt. Boy, ik kan zien dat je slijt. Femke Louise, ja, het is een ster. Het is een van de grootste sterren van het moment. Ik heb bij concerten gestaan waarin er meisjes met hun telefoontjes naast elkaar stonden, terwijl Femke opkwam met heel goed roer erop. Iedereen heeft het recht om het maximale uit zijn of haar leven te halen. En ik vind dat jij daar een heel goed voorbeeld van bent, dat je dat doet. Ik moet gewoon huilen als ik erover praat. Het is echt heel erg. Nou. Ik was echt heftig. Ja, kijk, ik moet zeggen, het is niet dat we het gewoon kut zeg maar zien. Ja. Maar ik heb het zeg maar thuis even gekeken. Het is wel gewoon heftig. Mm-hmm. Het is wel heftig. Ja, hoe vind je het eigenlijk om zo naar jezelf terug te kijken? Het is echt, het zijn gewoon periodes geweest uit mijn leven. Ja. Maar ik heb me gewoon altijd geprobeerd sterk te houden. Ik bedoel, echt letterlijk, ik kwam op het podium. Meisjes met telefoontjes, zoals wat Jane ook zegt. Gewoon met hoe
boer erop met de, van die post-its. Tijdens een show, gewoon echt een groep, hele groepen. Gewoon met, hadden ze allemaal een post-it op hun telefoon geplakt. En dan kwam ik zo op en dan zag ik dat. Of, ik zag het publiek inspringen, man, G. Gewoon ja, bossen, man. Nee, maar ik heb gewoon, ben gewoon doorgegaan. Ik heb gescheid aan jullie, man. Tering, hé. Ja. Dat is wel leuk. Was het dan niet in het begin moeilijk om naar optredens toe te gaan? Dat je ermee... Had je eigenlijk wel zin om te gaan? Ja, ik had echt zin om te gaan. Ja? Ja. Leuk, man. Ik vond het echt leuk. Ik vind dat dope, man. Ik vind het wel hard, zeg maar, dat je gewoon denkt van fuck je mee, man. Ja, maar echt. Dat gaat wel ver, bro. Gewoon telefoon. Ik zou er niet eens op kunnen komen. Dat is leuk, man. Nee, man. Ja, maar ze zijn wel creatief. Ja. Met hun haat. Ze zijn, echt creatief. Ik denk, wow, die zijn echt naar action gegaan voor post-its. Snap je, hebben moeite gedaan. En die hebben de moeite gedaan om dat op het papiertje te schrijven. Weet je hoe cool je dan bent, dat hè? Dat is wel leuk, man. Dan zijn mensen echt met je bezig. Dat is eigenlijk mijn motivatie. Mensen zijn echt met me bezig. Dus ja, als ik nu ga weglopen... Maar heb je dan ook bijvoorbeeld met een psycholoog of zo gepraat in deze periode? Maar heb je wel iemand gehad om mee te praten? Want ik kan, kijk, maak niet uit van hoe... stoer je zeg maar, ook bent, ook ik zeg maar, als ik soms een minder periode heb en ik praat met iemand, je weet toch, je kan soms gewoon breken of je kan soms gewoon kut voelen. Nee, ik heb me nog nooit echt heel erg kut gevoeld hierom. Ja. Wel, zeg maar, ik werd wel onzeker ervan, dus ik durfde niet goed te performen op het podium en daar heb ik dus wel hulp bij gehad. Ja. Dus een beetje dat scheidlevel weer terugkrijgen, daar heb ik wel hulp bij gehad van een mental coach. Okay. Maar ik heb nooit echt hierom gehuild of zo. Okay. Nee. Dat is wel beter, man. Ja. Maar hoe zit dat met, want we zien zeg maar best wel veel heftige beelden in de trailer. Zijn er dan ook positieve momenten in de docu of is het allemaal emo? Ja, je ziet ook echt heel veel positieve dingen. Je ziet gewoon echt heel erg een groei van de afgelopen maanden. En aan het einde van de documentaire komt er iets heftigs. Ja, wel heftig, maar... Ben je zwanger? Nee. Oh, ik weet niet, Zo joh. Dat is zeg maar heftig, man. Heftig positief, dus ja, ik ben zwanger. Dat is wel leuk, hoor. Nee, het was wel gewoon heftig. Ik kan niet te veel vertellen, maar het is wel... Maar heb je een tipje van de sluier, zeg maar iets wat je kan weggeven of helemaal niks? Een soort van break-up. Break-up, oké. Maar heb je dan, toen je de docu zelf hebt, want heb je wel zelf teruggekeken helemaal? Ik heb alles gezien. Heb je een traantje gelaten? Ik heb heel veel gehuild tijdens de documentaire. En ik weet zeker dat iedereen gaat huilen. Ja. Dat is wel sick dat je zeg maar, soort van in je leven dan niet huilt. Maar als je dan soort van je leven terugkijkt, ik realiseer het me niet op het moment zelf. Maar op het moment dat je er dan kijkt, dan voel je hem wel even. Iedereen zat ook te huilen die mee zat te kijken. Echt. Ja, maar ouders waren erbij ook? Die hebben het nog niet gezien. Oh, nee, dus die gaan echt wel... Vind je het spannend? Ja, ik vind het wel spannend, ja. Ik vind het vooral heel erg spannend omdat je ook zeg maar, beelden van oude video's van YouTube ziet. En ik schaam me daar natuurlijk heel erg voor. Mm. Maar ja, weet je, dat is een onderdeel geweest van mij. Dus ja, dan kan ik het wel. Ja, maar hoe is de documentaire eigenlijk tot stand gekomen? Ik weet het niet. Op een dag kreeg ik een mail van Videoland of ze een documentaire over mij moesten maken. Jullie hebben gewoon jou gemaild? Ja. Wow, ik krijg alleen de mail van Videoland dat ik nog moet betalen. Ja. Anders zet ik het stop. Ja, nee, maar dat... Maar veel zeg maar, artiesten die kiezen ervoor dan om een documentaire te maken op het einde van hun carrière. Of zeg maar een beetje weten wanneer ze al een soort van 10 jaar bezig zijn. Maar jij bent soort van net begonnen. Waarom die keuze dan om het nu te doen? Omdat dit is eigenlijk een documentaire serie. En dit is zeg maar een soort van groei. Ik maak een hele groei door. En dat ga je ook heel duidelijk zien. Maar ook dus bijvoorbeeld de negatieve momenten. Ik ben nu heel erg bezig met dat aan het omdraaien. Dat zie je daar dus ook heel erg in terug. Yeah. Er worden ook gewoon dingen besproken over privé dingen. Over bijvoorbeeld mijn vader die overleden is en dat soort dingen. Maar ook heel veel positieve dingen. Optredens, grote optredens die ik heb gedaan. De zomertour bijvoorbeeld. Yeah. Maar ook heftige dingen. Dat ik bijvoorbeeld helemaal kapot was. Alleen maar aan het hoesten, ziek. En alsnog ben gaan doorwerken. Yeah. Maar dit was wel echt een hele heftige tijd uit mijn leven, dat weet ik wel. Maar hier zou wel makkelijker vervolg op kunnen komen, denk ik. Hoop je ook dus, zeg maar, dat na dit dat mensen het van voor altijd je verleden gewoon met rust laten? Ja, denk het wel. Ja. Femke? Klopt, ja. Want ik heb echt misschien wel echt dingen gezegd waar niet iedereen achter staat, denk ik. Maar ja, uiteindelijk moet je toch een keertje buiten brengen. Volgens mij is het ook gewoon om een... deel van je leven af te sluiten, deze documentaire. Ja, klopt. En ook gewoon om weer door te gaan. En ik weet zeker dat
aan het einde van de documentaire dat Nederland in shock is. Ik ben benieuwd wat het is. Ja, ik ook. Ja. Misschien featuring met Armo op het einde. Ja, kom iedereen te shockeren. En 6ix9ine. En drink erbij. Je hebt laatst de keuze gemaakt om al je video's van YouTube te verwijderen. Ja. Op een grote deel. Alles. Ja, eigenlijk video's, alles. Behalve de videoclips, toch? Ja. Ja. Van waar die keuze? Omdat ik kon mezelf niet meer aanzien. Zijn er nog eens achter? Ja, 100%. Echt waar. Maar is wel, want je hebt dan in principe ook de vlogs die je zeg maar echt sinds nog maar pas hebt gemaakt weggehaald, ja, toch? Ja, heb ik ook gedaan. Maar dat is wel gek, want in principe is zeg maar dat wel een soort van in jouw nieuwe leven, of heb ik het dan verkeerd? Ik zat niet heel erg lekker in mijn vel, dus dat was niet hoe ik daar was en hoe ik me daar in die vlogs gedroeg. Dat was niet hoe ik me echt voelde, dus ik dacht ja. Maar heb je dan zeg maar het gevoel zeg maar, dat je soort van nooit met een camera gaat aanraken, of denk je van misschien hierna wel? Jawel, ik ga wel weer een camera aanraken, maar ik moet nog even goed nadenken wat ik precies wil. Maar zou je niet meer echt willen vloggen, gewoon van jongens, goedemorgen en... Jawel, af en toe. Maar misschien ook zo'n leuke talkshow of zo. Nee, yeah. Nee, maar wel wat professioneler, ja. Oké, dat is wel dope. Dus echt items. Items. Je hebt bijvoorbeeld je eigen beelden heb je verwijderd, zeg maar, van jouw kanaal. Maar er staan nog wel beelden van jou op andermans kanaal waar je eigenlijk van geen inspraak op hebt, denk ik. Klopt. Probeer je daar ook achteraan te gaan van ik wil dat er ook graag af hebben? Of denk je van ja, daar kan ik eigenlijk niks aan doen? Nee, kijk, weet je wat het is? Ik bekijk het gewoon zo. Die mensen kunnen het erop laten staan. Ik heb alles verwijderd, dus mensen weten wel hoe ik erin sta. Zou je het fijn vinden als we het weg zouden halen? Ja. Maar heb je het wel eens benaderd dan of zo? Nee. Laten benaderen? Nee, ik vind het sowieso... Gewoon dreigen, man. Ga gewoon naar die os op. Ja, dat kan ik doen, hè. Dat kan ik wel echt doen. Kom met een paar goons. Die ene ding, hij is kickboxer toch, die manager van jou, die YouTube-manager. Ja. Ik ken hem, jij hebt bossen gewoon. Ja. Ik ga het gewoon doen, man. Ik zou gewoon naar de os gaan, man. Ja, ik ga het doen. Nee, maar sowieso... ik weet dat Tim wel alles heeft verwijderd, alle domme dingen waar ik dom op sta, dat heeft hij wel gedaan. Maar bedoel, die Armo en die Kwijfijn, ze hebben gewoon nog alles erop. Maar weet je, mensen zien gewoon dat ik door ben gegaan met mijn leven en alles heb verwijderd. Dus ja, laat het lekker. Je let er nog op in, joh. Ja, boeien. Maar op jouw Instagram zien wij heel erg dat jij op je optredens met beveiliging gaat. Weet je, wanneer heb je zeg maar die keuze gemaakt of dacht jij van ik moet wel echt beveiliging hebben, want het kan niet meer zo? Nee, ik ben sowieso een meisje en mensen die denken dat ze meer kunnen maken bij een meisje, zeg maar, en vooral bij mij. Ze hebben echt gescheid. En zoals wat dan? Me aanraken bijvoorbeeld. Ja. Jongens ook gewoon die me billen aanraken, echt? Dat soort dingen. Ja, dat of mijn kont slaan, dat soort dingen. Maar ja, als iemand dat nu doet, dan krijg ik gewoon een stoot. Laatst was er ook een jongetje van 12, toen had ik een show op zo'n kinderfeest. Dat was best wel groot ook. Ja. Liep ik langs, sloeg zo'n jongetje van 12 gewoon op mijn beeld. Ja, dat is wel... gewoon getackled toen of niet? Nee, want dat kan niet. Gewoon bureau lijf zijn. Bureau halt. Maar hij is wel de club uitgezet. Echt? Ja, ja, ja. Nee. Ja, maar dat lijkt me wel echt... Maar dat is toch erg? Ja, gewoon een jongetje van 12. Kom op. Ja, normaal. Die kijkt te veel Insta-comments, denk ik. Ook, maar zou je nu bijvoorbeeld nog zonder beveiliging kunnen? Nee, ik ga ook niet meer zonder beveiliging. Dus anders... Ik zeg je eerlijk, als je zeg maar naar optredens gaat met beveiliging, dan zit je wel op een level, man. Ja. Zeg maar wij hebben dat nog niet. Wij hebben Yamiko. Die doet niks. Die doet helemaal niks, Yamiko. Die staat daar een beetje. Hij filmt het. Oh, world, stop. De reden klopt niet. Dat is... Waar is de vodka? Nee, maar oké. Maar het is wel gewoon een stuk veiliger nu en gaat veel beter. Denk je dat je ooit zeg maar twee bodyguards of zo moet hebben of is er eentje genoeg? Ik ben wel eens met drie gegaan. Echt? Met drie, zeg maar. Dat zijn dan grote optredens, denk ik. Dat was een milkshake. Toen was ik wel met drie. Ja, dat is wel lijp, man. Maar waarom dacht je dan dat je daar dan mee beveiliging? Maar milkshake is toch een gay festival? Heb je toch nog geen... Weet je... Die man gaat niet op je beeld slaan, hè? Ja, wat is zeg maar was... Misschien op van die bodyguards. Ja. Ai. Ai. Lekker ding. Oh, grote zwarte vent, daar hou ik van, heerlijk. Dat is ongelooflijk, jongens. En denk, Space heeft er drie meegenomen vandaag. Mijn milkshake springt allebei. Ja, maar in ieder geval, we hebben een nieuwe rubriekje. Ja, een nieuw rubriekje, jongens. We gaan Femke Louise in het toilet stoppen, want zij gaat haatcomments voorlezen in Bullshit van de Week.
Hey, ik ben Femke, ik zit op het toilet en ik ben nu bij Bullshit van de Week en ik ga haatcomments voorlezen. Rob van B. Om te janken, om te kotsen, om al je hoop in de mensheid te verliezen. Wat een teringtroep. Oké, er is geen comment voor deze goh, hij heeft niet eens een profielfoto. Gabriel. Dit is echt een hard nummer als je je geluid uitzet. Maar dan zou ik zeggen, zet je geluid altijd uit, toch? C.J. Hoe oud is deze? Kabah. Het klinkt alsof ze 12 is. Ik ben 19. Indian Tech Support. Is dat een bedrijf? Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Femke Louise heeft een geestelijke achterstand. Oké, jij ook. Ga alsjeblieft focussen op je Indian technische shit met je duim. Jordi Q. Femke, Femke, Femke. Koop geen Bentley of Honda, maar koop voor dat geld condooms. Zodat er niet zo'n mislukkeling in de muziekindustrie komt. Maar wie zegt dat ik geen condooms koop? Oh. Cookie Monster van der Koek. Ik hoor eigenlijk alleen de stem van Google Translate zingen. Het lijkt wel een robot. Ik hou heel erg van de stem van Google Translate. Cookie Monster van der Koek. BWD. Als je Miley Cyrus bestelt via AliExpress. Miley Cyrus heeft de Insta verwijderd, toch? Bestaat ze nog? Of een geten gamer XD. Ik haat deze liedjes. Sorry Femke Louise, je video's zijn echt een raar mogol. Ik haat deze liedje. Younger Days. Hou op met dit soort mensen beroemd maken. Maar wacht. Wie maakt mij beroemd? Stef en Kenzo gamen. Het is gewoon een profielfoto van een kat. Jij bent zo iemand die hoopt views te halen door bloot op een video te komen. Er is een verschil tussen bloot en classy. Dit was Bullshit van de Week. Een dikke shout-out naar alle mensen die iets hebben gestuurd. Ik vond het leuk. Ik heb jullie lekker gevuurd. Ik zit wel lekker hier hoor. Nou, vroeger werd je vaak uitgescholden. Voor in de tijd dat je dun was, voor plank en zo. Ik heb zelf ook nog een beetje schuld daaraan, hè, met die disco en zo. Maar dat was. Ik moest echt inpakken. Wij hebben dat al lang met elkaar uitgesproken. Ja, toch? Ah, jongens, dat 2 jaar geleden. Dat 2 jaar geleden. Ja. Nee, maar nu ben je. Ik moet even verder. Ik ben volop aan het trainen nu. Ja. Ja, nou, ik sta nu eventjes stil. Nee, maar volgens mij hebben we daar ook beelden van. Ja. Oh yeah. Jij bent, Ja. Je bent goed bezig. Ja. Hey, je bent er ook trots op, maar je laat het ook zien van, hey, kijk man. Het is ook gewoon een motivatie, toch? Voor, waarom zou je implantaat in je kont stoppen als je het ook gewoon zelf kan kweken, toch? Dat is wel een uithaald. Dat is wel een, Zijn er vrouwen met implantaat in Nederland? Mensen doen dat. Mensen doen dat wel of die laten vet verplaatsen of iets. Ah, ja. Er zijn heel veel mensen die dat doen, maar ook borsten. Niet erg, ik heb er niks tegen, maar ik train het gewoon liever. Maar wat was dan de reden om te gaan trainen? Was het echt voor jezelf of was je het commentaar beu of even wat meegeven? Ook voor mezelf, want ik bedoel, ja, het is wel mooi. Toch. Ja, je bent zeg maar wel blij, zeg maar, je laat de hele progress laat je soort van zien. Mm-hmm. En zeg maar, begin je ook te merken dat je meer zelfvertrouwen begint te krijgen? Ja, dat ook wel. Ja, je zit gewoon lekkerder in je vel. Ja. Maar had je dat eerst dan niet? Nou ja, ik was wel echt, ik was heel volop bezig met modellenwerk. Nou, dan eet je bijna niks. Ja. Dus je bent super dun. Ja. Dan heb je ook geen kont, dan heb je helemaal niks. Ja. Maar ja, dan je merkt wel verschil qua kleding en zo. Dat je voelt je niet even heel erg comfortabel of zo als je super dun bent. Ja. Dus ik ben wel echt blij. Maar ben je veel aangekomen? Ik ben wel veel aangekomen, ja. Want hoeveel woog je toen? Toen woog ik misschien 50 kilo. Echt? 50? Oh, dat klinkt heel weinig. Maar hoe lang ben je? Ik was 1,76. Ja, dat is wel lang, man. Lijp, dat is wel weinig, maar 50 kilo tering. Ja. Nou ja, maar al die modellen zijn. Mm-hmm. Ja, en het was nog te zwaar daar. Ja. Nog te zwaar? Ja. Ja, want je hebt natuurlijk meegedaan toen met Models in Paris. Models in Paris, ja. Ik ben zeker wel, laat ik het nu maar gewoon zeggen, 15 kilo aangekomen. Oké. Okay. Dus je bent nu 65? Ja. Ja, dat is gewoon prima toch? Dat is gewoon prima. Ja. En hoe vind je zeg maar de reacties over je lichaam op internet nu? Want ik lees je ze? Nee. Dat gaan alle viezerikjes volgens mij daar op praten. Internet. Ik vind het sowieso grappig dat ze er naar kijken. Dus. Ik weet wel dat mensen als bijvoorbeeld een Sophie Music en zo, die krijgen heel veel dickpics in DM. Krijg je dat ook? Nee. Niet? Nee, ik zit soms wel eens te kijken voor de grappen of te zoeken, maar niemand hoor. Niks. Nee. Durven gewoon niet. Meer meisjes die foto's sturen. Nice. Gewoon stoute foto's? Gewoon stoute foto's, zo. Meisjes. Okay. Jongens niet. Okay. Meisjes echt, ja man. Dat is wel leuk man, maar daar doe je niks mee toch? Nee. Wat moet je ermee doen? Maar je zei net ook van je deed mee met die modellen ding. Maar kan jij nu nog hetzelfde modellenwerk doen, zeg maar, aangezien je nu zeg maar, zwaarder weegt? Nee, en ik zou het ook niet meer willen. Nee? Nee, want je bent continu bezig met het letten op je voeding. Je kan niks eten, je kan niet naar de McDonald's zomaar. Ik had serieus een periode dat ik echt mijn tijd door nam met babypotjes voeding.
Echt? Ja. Ja. Godverdomme. Voor wat dan? Is het... Of dunner te worden. Ja, zo. Dat is wel leuk. Misschien moet ik dat ook doen. Maar dat is wel, zeg maar, toen wou ik super graag model worden, heb ik wel eigenlijk alles voor gedaan. Ja. Maar kan je dan nu wel de balans vinden tussen, hè, je hebt artiestenleven en gezond leven en ja, ze zijn toch wel twee dingen. Het is wel lastig. Het is wel lastig, hè? Ja, maar ik probeer het gewoon te doen. Maar weet je, ik ben ook gewoon nog jong. Ik mag gewoon naar de McDonald's gaan wanneer ik wil, vind ik. Dat is wel zo. Onscheid toch? Hoe oud ben je nu? 19 pas, hè? Ja, man. Ik voel me oud gewoon. Ja, man, G. Ik voel me ook oud in mijn hoofd. 19, man. Je hebt nog zo lang te gaan. Zeg maar, die 30 is nog fucking ver voor jou, man. Zo, maar... Bij ons nog over 4 jaar. Maar dus... Wat? Jij bent over 4 jaar 30. Ja, dat klopt. Zo 5 jaar. Ja, wat wil je daarmee zeggen, Pik? Ja. Heb je wat tegen? Nee, we zijn oud. Ja. We zijn oud. Nee, maar dan is het eigenlijk wel raar dat je, zeg maar, met die YouTube... dat was 2 jaar geleden. Toen was ik nog was 16 toen ik begon. 16. Lijp, man. Sinds mijn 16e kon ik al niet meer normaal over straat. Dat is lijp, man. Echt sick. Maar ja, kijk, nu, ik neem aan, je bent wel iets volwassener toch, dus je kan er wel beter mee omgaan op dit moment. Ja, op een gegeven moment, je bouwt gewoon een schild. Ja, en je hebt ook de juiste mensen om je heen, die had je misschien destijds ook niet. Klopt, ja. Dat is ook veel beter. Hey, maar even terug over je lichaam en alles op en aan. Is dat, zeg maar, ook het imago wat je wilt uitstralen, of een beetje die bad girl-achtige imago? Of ja. Is daar echt over nagedacht ook? Ja. Oké, en was je daar ook gelijk mee eens? Om... Is het gewoon mijn eigen keuze geweest. Oh ja, joh? Ja, okay. Niemand die voor mij heeft bepaald dat ik mijn bil moet trainen, hoor. Ja, dat weet ik niet. Misschien is het zo van een bad girl. Bad girl. Een imago dingetje. Maar je denkt van, dat is wel hoe ik ben en hoe ik soort van... Ja, en ook gewoon dat je er fit uitziet. En ik bedoel, ik vind vooral tegenwoordig, ik heb niks tegen die meisjes die het doen, hoor, daar niet van. Maar je ziet zoveel op social media dat meisjes dingen aan hun lichaam laten doen of vet laten verplaatsen. Dan denk ik ook bij mezelf van, je kan ook gewoon gezond leven en het zelf kweken. Ja. En daar wel een soort van voorbeeld voor zijn. Ja, ik vind dat echt, hey, dat vind ik wel power. Ja, maar dat is een mooi, power man. Iets, man. Dat je er zelf aan werkt in plaats van. Want je hebt, uiteindelijk heb je ook nog het mooiste resultaat, vind want ik. Want eigenlijk heb je wel genoeg geld om dingen aan je lichaam te kunnen doen, denk ik. Je had, zeg maar, de makkelijke weg kunnen kiezen. Ja. Ja, maar dan sta je ook wel een beetje voor lul. Ja. Om het grof te zeggen, vind ik. Ja. Ik bedoel, dan sta je er gewoon onbekend van, oh, Femke Louise heeft implantaat in de kont laten zetten. Ja. Nu, ik gym gewoon en ik doe gewoon mijn best en het gaat misschien langzaam. Maar... Er zijn ook heel veel commentaar, zeg maar, over je borst, dat, zeg maar, dat ze klein waren. Zou je die dan ooit vergroten? Nee. Ook niet, gewoon schijt. Gewoon schijt. Maar best nog. Je kent toch, misschien ken je ze nog, Tess Angels. Ja, ja, dat doe ik. Ja, dat toch? Die strippers. Zijn toch een stripper? Waarom doe jij zwier? Waarom heb je op 2 seconden denken? Hoe ik ga ik dit even nadenken van wie luister, was? Luister, QC weet. Dat waren toch hoeren? Ja. Daar hoor je ook niks meer van. Strippers, weet niet of het nee, je hoort er niks meer van. Maar iedereen vond ze mooi. Maar hadden hun boobies? Nee. Ja. Of zij, of wat het ook is. Ja, is wel een punt. Ja, ze heeft een punt. Ja. Hey, maar nu moeten we het even ergens anders over hebben. Ik bedoel, ik zag laatst Van der Voorst iets sterren. En toen was hij bij Ronnie Flex langsgekomen. En die was nog op zoek naar een vriendin, zei hij daar. En laatst zag ik weer een foto op Instagram. Ja, het was zo toevallig. Want wij waren bezig met, zeg maar, met dit interview voorbereiden. En net op die dag post jij dit. Mm. En toen dacht ik van ja. Een mooi item. Ja, nee, niet alleen dat. Maar je dacht van ja, ik bedoel, kom op. Dit is toch, dit spreekt toch genoeg, toch? Ik, zeg maar, al zou je zeggen van we zijn gewoon vrienden, ik ga niet met Mattie zo... Ja, dat sowieso. Maar zeg maar, met vrouwelijke vriendinnen ook niet, zeg maar. Jij toch? Dus, ja. Ja, mooie foto. Ik vind het een hele mooie foto. Maar vind je het moeilijk, zeg maar, om gewoon te zeggen van ja, we zijn, zeg maar, samen, we hebben een relatie? Of denk je van ja, dat hoeft helemaal niet? Ja, waarom zou je dat per se op die manier... Je wilt er, zeg maar, geen stempel op zetten? Nee. Of wil hij dat niet? Oh, ik ook niet, hoor. Nee, maar we kunnen wel zeggen, jullie zijn hele goede vrienden. Mm-hmm. Beste vrienden. Ja, beste vrienden. BFF's. Maar dat is wel een goede upgrade, man. Zeg maar, van Tim naar dit. Ik bedoel, Ronnie is goat. Is Tim goat? Is level... Live onder die tapijt, man. Ik ga toch zo'n stukje. Ja, dit is een gekke bro, kom op, man. Ja, man. Het is alsof je van Mootje naar Nelson Mandela gaat. Jeetje, dat is, zeg maar, live gewoon. En niet per se Mootje, kan ook gewoon Tim zijn of een Jeroen. Ik kan niet meer. Hoe kom je met Nelson Mandela? Ja, gewoon bro. Jeroen naar Nelson Mandela, dat is live, bro. Nelson. Van Nederland toch, ja. Jij bent niet meer goed. Maar, toch? Goeie upgrade. Ja. Ja. Ja.
Nou goed, tot zover over Ronnie. Ja, eerlijk, ik heb niet echt iets toe te voegen, man. Ik snap wel waarom. Gaan we iets in de docu zien van Ronnie? Nee, niet echt. Niet, hij komt niet echt in beeld? Nee. Okay. Ik ben benieuwd waar jij zeg maar ooit een primeur gaat geven. Misschien bij RTL Late Night of zo. Maar die wordt ook niet bekeken. Nee, niet met Twan. Nee, als je beter er nog was. Nee, maar ik moet wel zeggen, van stel het zou zo zijn, ik vind jullie wel echt een leuk koppel. Het zou een leuk koppel zijn, laat ik het daarop houden. Maar kijk, moest hij zeg maar niet zijn, zeg maar, krijg je überhaupt veel mannelijke aandacht of durven mannen niet op jou af te stappen? Ik zou heel eerlijk zeggen, ik heb geen idee, man. Nee? Nee. Maar het is niet dat je zeg maar op straat loopt en dat iemand naar je toe loopt van, hé hey, Frank, heb je zin om vanavond te drinken, want ik wil met je op date, zo. Nee. Maar wat zou jouw reactie zijn als iemand dat zou doen? Gewoon random. Gewoon een goede guy, leuk guy, tof. Ik sla dicht. Echt? Ja. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik wil eigenlijk liefst wegrennen. Vind je het moeilijk, zeg maar? Ik vind het echt lastig. Nee, ik weet het niet. Maar kijk, je hoeft geen namen te noemen, hè? Maar je kan mij niet vertellen, er zijn geen rappers in je DM geslijt. Dat moet wel bijna. Eerlijk? Nee. Echt? Nee? Nee, man. Is er enkele rapper die denkt van die meer wou dan de futuring? Van hey, kom even wat drinken. Ja, maar misschien één, maar dan als niet, maar dan heb ik het gewoon netjes afgewezen, laat ik het zo zeggen. Goh, je hebt gewoon rappers afgewezen. Ik zou een track erover maken. Ja. Ik wijs jullie rappers af. Gewoon netjes hè, gewoon dat gewoon nog cool zijn, maar gewoon friendzone. Ja, gewoon friendzone. Gewoon ja. Ja. Dan moet het wel iemand zijn die nog steeds met haar omgaat, als de friend zo is. Ja. Ik ben echt heel serieus. Dat is wel leuk, ik maak geen grap. Maar zeg maar, zie jij jezelf wel in de toekomst gewoon trouwen, kinderen en... Sowieso. Ja? Ja. Oh, dat ook, man. Ja, die kinderen gaan wel goed kunnen zingen, man. Ja. Als je twee mensen hebt die goed kunnen zingen, ja. Heb je talentvolle kinderen, toch? Nou, dat was het volgens mij. Ja, Femke, ik wil je bedanken voor je koffie. Ik vond het ook echt heel leuk. Ik vond het echt leuk dat je bent. Ik wens je heel veel succes met alles wat je doet. We gunnen je de wereld. Voor de mensen thuis, wil je Femke Louise nou volgen? Dat kan. Check er even op Instagram. Alles in de beschrijving. En vergeet ons ook. Ja, bedankt voor het kijken. Ja, en haar documentaire die komt natuurlijk 4 november op Videoland. Dat kan je ook gaan checken. Q? Ja, jongens, kijk nog de nieuwe video van Nessim. Hij was een week lang. Ja, wat heb je gedaan? You know. Nee, in ieder geval jongens, vergeet niet te liken op onze kanaal, niet te subscriben, ook niet vergeten. Ik kom niet uit mijn woorden, maar dat maakt niet uit, het was super gezellig. Femke, eerste gast, supergaande talkshow is terug en daarmee gaan we het afsluiten. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Ja! Ik wil altijd dat dit doen.